Beste Lars en Priska, welkom in de gemeente Bergen. We weten dat jullie hier een hele goede tijd gaan hebben. Ga er samen van genieten. Word hier heel gelukkig. Van harte gefeliciteerd. De ontvangst was in ieder geval al een 10, hè? Fantastisch. Als dat iedere raad zo gaat, dan wordt het één groot feest. Maar nee, ontzettend warm, ontzettend hartelijk. En heel fijn dat ik iedereen even, al is het maar kort, even heb kunnen spreken. Waarom wilt u hier zo graag burgemeester worden? Prachtige omgeving. Hele mooie mensen. Er gebeurt van alles en nog wat. Ja, wie wil hier niet burgemeester worden, is eigenlijk de vraag. En dat ik uiteindelijk uitgekozen ben om het hier te gaan doen, ja, dat vind ik echt een ongelofelijke eer. En ik hoop dat ik dat vertrouwen wat in mij gesteld wordt meer dan waar kan gaan maken. Nu is de gemeente Bergen wel een uitdaging, denk ik. Er is weinig vertrouwen in de lokale politiek. Ja, waar bent u aan begonnen? Aan een prachtige klus in een prachtige gemeente. En laten we wel zijn, als dat soort dingen zouden spelen. En ik ben hier net, dus ik ga daar nu nog niet te veel van vinden. Maar het zijn juist wel die dingen waar we met z'n allen aan moeten gaan werken. En volgens mij, als ik de raad hier gehoord heb en gesproken heb, is iedereen daarmee bezig. Maar wat ik wel vast kan zeggen is dat wie ik ben, hoe ik ben, is iemand die heel erg open staat voor de mensen. Die luistert naar wat er om me heen gebeurt. En me ook heel graag juist inspannen om de mensen bij elkaar te brengen. Heeft u nog een boodschap voor de mensen uit de gemeente Bergen? Dank u wel dat uw raad mij heeft uitgekozen. En ik hoop u op zo kortst mogelijk termijn het liefst allemaal te ontmoeten. Dat is misschien een beetje te hoog gelegde ambitie. Maar ik hoop dat als u mij nodig heeft, dat u mij weet te vinden. En dat we samen Bergen tot die prachtige gemeente blijven maken die het is. Nogmaals ontzettend bedankt. En ik ben nog niet helemaal geland. Misschien dat jullie dat merken. Ik ben helemaal over de moon.